Een zonnige middag met Brian in de tuin. Zo, iedereen wilde graag weten wat mijn vloeibare mes is, wat ik allemaal erin stop. Dit is hier, mijn vloeibare mes. Ik heb hier zo aftrekkoffie, dat is dit hier. Zet ik in mijn vloeibare mes. Verder heb ik nog gedroogde kippenmes. Dat is in deze zak hier. In deze doos heb ik mijn ijsschillen. Alles komt hierin met water. Laat ik hem bij kans 2 weken zo trekken. En daarvan geef ik dan een cup aan mijn plant. Dat is hier. Dit is mijn vloeibare mes. Kijk u, als ik hem hier schenk, zo ziet het eruit. Geef ik dan een cup in een emmer met 5 liter water, wordt het gemengd en dat geef ik dan allemaal aan mijn plant. Naar mijn kast toe. Hier zijn de boulanger. En die geef ik dan een cup ervan. Maar wat ik ook doe, ik ga de bladeren nu knippen. Kijk hoe groot deze bladeren zijn van mijn boulanger. Waarom? Omdat hij nu vruchten gaat dragen. En ik wil dat al het voeding naar mijn vruchten toe moet gaan en niet naar mijn bladeren. Daarom knip ik een paar bladeren ervan af. En zo ziet het eruit. Vanmorgen al heb ik een deel weggehaald. Dan heeft u het gezien. Ik zou zeggen een fijne middag verder met Brian in de tuin.